Hallo, ik was aan het spelen met Yoda en ik dacht misschien vinden jullie het wel leuk om eens een keer mee te kijken. Het is heel eventjes, heel kort, hele korte zending. Stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, maar het is wel. Oké, we hebben hier Yoda. Ik weet niet of hij nou nog wil meewerken, maar we gaan het even proberen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, je mag niet met je handen spelen met de hond. Nou, ik doe dat dus wel, zoals je zal zien. Yoda. Ja, daar is hij. Hey. En ik had vandaag gedacht om Yoda Wookie te leren. Yoda die maakt wel eens een geluidje. En dat maakt hij dan heel schattig. Dat is vlak voordat hij uitgaat. Maakt hij een geluidje. En dan doet hij. Dus ik dacht bij mezelf. Ik ga proberen of ik hem kan leren. Dat geluidje te maken op commando. Nou zal dat waarschijnlijk niet zo heel makkelijk gaan. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja, ik ga het gewoon proberen. Auw. Auw. Ja, zie. Oké, Yoda, we gaan vandaag Wookie spreken. Ja, we gaan Wookie spreken. Waarom? Omdat het leuk is. Kom. Ja. Ik weet niet of mijn geluid hard genoeg staat. Ja, maar mijn geluid staat goed. Want mijn microfoon die hangt namelijk helemaal aan de andere kant. Ah, ik word opgefroten. Ah. Wat nou? Weg. Oké, let op. Wookie. Stap 1. Yoda. Ja, bijna. Nog een keer. Nee, dat is plakka. Nee. Rauw. Oh, wat zijn we gevaarlijk. Nou, ja. Yoda. Nee. Yoda. Nee. Dat is niet wat ik wil horen. Luister. Let op. Nee, let nou even op. Oh jee, hij gaat me aanvallen. Hij gaat me aanvallen. Oh god, ik word verslonden door een hele enge hond. Oké, let op, hè, Yoda. Nog een keertje. Wookie taal. Stap 1. Close, maar niet helemaal. Oh jee, gaat even over. Wat verdorie. En let een stortje ook. Nog een keer. Nou, ga je nou in één keer eruit lopen wezen? Niet toch? Hi. Yoda, Wookie taal. Ja, dat geluid maak jij ook heel vaak. Ja, het is even nadenken, hè. Het is heel diep nadenken dit. Nog een keertje, je kan het. Let op. Jawel. Oh jee. Ga even overeind. Ja? Gaat weer? Oké. Let op. Boekentaal. Ben je bij mijn neus klikken? Maar dat is niet de bedoeling. Oké, nog een keer. Boekentaal. Nee? Kom op. Doe dan, je kan het zo mooi. Je doet het ook als we gaan auto, als we eruit gaan. Als we plassen. Yoda! Hallo? We niet gaan liggen, het was de bedoeling dat we gingen spelen. Dat hadden we toch afgesproken? Jij zat voor de camera met mij gaan spelen. Jawel, dat hadden we afgesproken. Jawel! Goed. Ga je goed. Je voetje. Je gaat om je voetje kietelen. Ga om je voetje kietelen, jawel. Onder dat voetje gaan kietelen. Jawel, ik ga onder dat voetje kietelen. Weet je waarom dat hij er is? Nee, dat hij leuk is. Slaap nou. Au. Ik heb helemaal niks van jou. Fijn dat je er ook.
geluidjes. Ligt hij om geluidjes te maken. Kan je dat? Dat kan je, want ik heb het je horen doen. Dus je kan. Jawel. Ja. Oh, oh nee, nee, dat is plaffen. Dat is plaffen. Nee, dat is plaffen. Dat is niet wat ik bedoel. 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 Dat bedoel ik niet. Kom. Kom. Kom eens overuit. Kom eens overuit. Kom. Je hoort me wel als dat zeg. Ben je doof? Nee, je mag mijn hand niet hebben. Nee, nee, dat is mijn hand. Dat is mijn hand. Oh, dan wil ik jouw poot. Dan pak ik jouw poot. Jij mijn hand, dan pak ik jouw poot. En dan ga ik onder je voet kietelen. Ja! Ik zal onder je voet kietelen. Ah, ah. Voetje! En ik kan je tegen, dat weet ik. Ik kan je tegen. Het kriebelt, hè? Ja. Hier. Mijn hand, wat? Nog niet. Oké, let op, hè. Let op, hè. Hé, hey, Yoda. Cruciaal levensbelang. Let op. Let op. Brrr. Dat was wel aardig. Dat was wel aardig. Nog een keer. Brrr. Je kan het. Je kan het. Nog een keer. Brrr. Ja, 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 ja. Kom even zitten. Kom even zitten. Dat gaat makkelijker. Kom. Kom even zitten. Let op. Let op. Let op. Brrr. Je kan het. Brrr. Je hebt pijn op. Blaffen, niet blaffen. Je moet niet blaffen, dat is fijn. Niet blaffen, want je bent geen hondje nu. Je bent nu een woekie. Je bent een wilde woekie op de planeet. Werk nou even mee. Oh, godsmorgen. Ja, die moeten we even aan de kant zetten. Anders krijg je dat iedere keer op je kop. Nee! Au! Pikkie. Pops. 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 Oh ja? Dat ben je. Nee! Wanneer? Gisteren? Oh nu! Oké. Maar let op, hè. Let op, let op, let op. Yoda, Yoda, Yoda. Gaan we weer, hè. Boekie, Boekie. Boekie. Nee, Boekie. Boekie, luister. Luister goed, luister goed. Ik doe het voor, doe jij me na. Oké? Okay? Nee, je moet niet op eten, je moet ook niet lachen. Oh, ah. Wat opgefroten. Hij valt me aan. Ik ben heel warm nat, jongetje. Oké, okay, komt-ie, hè. Boekie. Les nummer 1. Nikki, ik hoop bij ja. Nee, nee, niet blaffen. Niet blaffen. Ik bedoel, het is veel leuker. Jawel. En proberen naar China te graven, want dat hoort er ook bij. Ik moet niet je reet in mijn gezicht. Yoda. Godzomme. Dit dus. Ik weet niet wat dit nou probeert te bereiken, want hij kan helemaal niet doorgraven hoor. Maar goed, hij kan het wel proberen. Nee, mag me niet bijten. Auw, auw. Met die anderhalve tand. Auw, auw. Ga ik jouw staart pakken hoor. Ga je staart pakken. Ga je staart pakken.
Ja, hallo staartje. Hallo staartje, ik heb jouw staart te pakken. Ja, ik heb jouw staart. Je moet nou te bijten. Je moet nou te bijten. Ja. Heb je dat beleefd? Je hebt niet beleefd. Je zit staan. Je zit staan. Mag me niet bijten. Mag me niet bijten. Mag me niet bijten. Nee. Het is helemaal gemeen. Het is helemaal gemeen. Mijn bijten is helemaal gemeen. Wel. Oh. Niet lachen. Dat was schrik ik. Doe maar. Doe dan. Doe dan. Dan ga ik je haar in de bal gooien. Ik ga jouw haar in de bal gooien. Jawel. Kijk. Kijk, daar ligt jouw haar in de war. Daar hebben we zijn haar in de war. Puinhoop. Dat is zijn haar een puinhoop. Niet voor de camera. Werk je niet meer mee? Maar je kan het zo mooi. Ik zweer je, hij kan de beste woekie nadoen van allemaal. Soms dan gaan we eruit. Dan gaan we naar de wc. Dan moet hij plassen. En dan zeg ik... En dan kom ik eraan. Hè? Dan heb ik schoenen aangetrokken. En dan kom ik eraan. En dan zeg ik, kom maar, we gaan eruit. En dan gaat hij zitten. En dan zegt hij... Brrr. En dat is zo schattig. Maar ik krijg het hem niet gedaan dat hij dat op commando doet. Dat vind ik zo jammer. Nee, je doet het niet op commando. Nee, ik weet het. Rustig. 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 Zeg maar, ja, maar mama, ik heb een hele gevoelige schottenhoofd. En die doet soms heel vervelend. En dat is ook zo. Ja. Oh, je viel om. Ja, je viel om. Je viel om. Je viel om. Jawel, jij viel om. Jij deed wel. Ik zag het zelf. Ik zag het toch? Wat nou nee? Oké, hij eet me. Ah! Oh god, dat gaat nou wel heel hard. Beetje zachter, hoor. Zachter. Ik ben alleen bezig, hè? Ja! Ja, je bent er maar aan. Ik weet niet of je het in de gaten hebt. Als je het niet ziet, dan wil ik niet zeggen dat je het niet proeft. Proef je toch? Dat proef je toch? Dat ruik je toch? Dat ruik je toch? Dat hoor je toch? Dat proef je toch? Dat ruik je, dat hoor je. Nou zit ik vast in je bek. Oh jee, wat dan? Oh jee, zo hoor. Wat dan? Wat dan? Oh jee, ik zit vast in je bek. Oh jee. Dat was een nokkel. Potverdorie. Je hebt harde tanden, hè? Dat weet je. Weet je wat er nog in zit? Het is best wel hard. Ja, dat doet best wel zeer. Dat weet je wat erin zit? Doet best wel zeer. Ja. Kom maar. Hey, daar is Noemie. Hi, Noem. Auw. Niet in mijn hand. Dat kan niet, dat is oud. Dat doet zeer. Ja, dat doet zeer. Je bent heel gemeen menneke ben jij eigenlijk. Hè? Je bent eigenlijk best wel een beetje gemeen menneke. Ja. Ja. Dat weten de mensen niet, maar dat ben jij eigenlijk best wel gemeen menneke. Want je doet me altijd pijn. Altijd buiten. Maar daarna doe je me ook altijd weer een kusje. Nee? Heb je uitgevuld? Nee? Kun je voor mij nog één keer een boekje doen? Doe dat. Kun je voor mij één keer een boekje doen? Alsjeblieft. Doe voor mij nog één keer. Doe voor mij nog één keer een boekje. Alsjeblieft. Ja, lekker in zo'n hand. Potverdorie, die leveren ze niet meer zo, hé? Het is best lekker zo. Ja, ga nog beter. Je begint bij die duim. Het is best lekker. Ja. Je hebt zo allemaal. Niet aan je piemel! Niks. Moet je niet doen. Nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Nee. Nee. Yoda, Wookie? Doe maar.
Hij zegt, nee, ik wil niet meer horen. Ga weg. Ik wil niet meer horen. Yoda, je kan het zo mooi. Ik vind het altijd zo leuk als je dat doet. Waarom doe je het nou niet dan? En dan denk ik bij mezelf, als ik het maar vaak genoeg blijf herhalen, misschien gaat het dat wel nadoen. Want hij kan het wel, hij doet het uit zichzelf, alleen hij doet het wanneer hij het wil. En niet wanneer ik het leuk vind om te horen, dan doet hij het niet. Nee? Gaan we geen hoeken meer doen vandaag? Er zit hier een moedervlekje. Ja, er zit een moedervlekje. Er zit daar een moedervlekje. Mama, op je op, zo'n dikke moedervlekje. Ja, die zit daar en dan ga ik hem kietelen. Waarom moet je altijd... Dit is zo raar, hè? Want als er een teken over jouw vacht in loopt, dan lijkt me dan ook wel dat het kriebelt. Want dan vind je die kleine pootjes. En dat doet dan heel graag dit kriebelen net wel. En daar doe je niks tegen. Maar als ik jou kriebel, dan word je in één keer helemaal gek. Ja, dat mag je wel eens even verklaren, broer. Dat mag je me even verklaren. Ja, oeh, dat kan niet tegen. Hij kan niet tegen kietelen. Zo leuk, Yoda kan niet tegen kietelen. Yoda kan niet tegen kietelen. Oh, maar dan kun je wel grommen. Dan kun je wel grommen. Maar even een boekje nadoen, dat doe je niet. Nou, als je nou een boekje nadoet, dan hou ik op met fietsen. Als jij een boekje nadoet, dan hou ik op met fietsen. Ja, zo werkt dat. Dus, jij doet een boekje en ik hou op met fietsen. Zeg maar. Ik ben dan gewoon lichtelijk aan het plagen. Dan kan het in de boekje. Poetje, poetje. Hij heeft ook de leukste poetjes van allemaal. Met echt leuke voetjes. Met echt handjes heeft hij. Met echt kleine handjes. En soms doet hij zijn oogjes, dan doet hij zijn slapertje oogjes wrijven. En gaat hij echt helemaal met zijn armpjes over zijn hoofd. Ik doe alleen maar voor. En helemaal met zijn armpjes over zijn hoofd. Mag ik dat niet vertellen dan. En dan heeft hij echt die kleine knuisjes. Heeft hij echt hele kleine knuisjes. Jawel, dat heb je dan wel. Jawel, jawel, dat heb je wel. Dan heb je knuisjes. Dit worden dan hele lieve schattige knuisjes. Dit zijn echt knuisjes. Ja, dat zijn echt lief. Leuk. Dan kun je er daar nog maar eentje van in de dierenwinkel kopen, hè? Potverdorie, dan kun je er uren op kruipen. Lekker man. Mijn kat ziet volgens mij iets tegen het raam aan de buitenkant. Want die wordt helemaal gek. Wat is er, Sando? Het zijn vliegen. Hele grote, gemuteerde, dikke, vette vliegen. Zie je dat? Die zin doen. Niet springen, want dan ga je dan ga je zo tegen de vlakte, jongen. Dan doe je jezelf zo weer. Dat wil je niet. Sando. Ja, maar dat gaat niet. Want als je in het luchtroostertje blijft hangen met je nagels, dan hebben we een heel groot probleem, hè? Ja. Dus doe dat maar niet. Dat is echt, dat is een nadeel. Die luchtroostertjes, ik vind het toch eng, hoor. Het zijn roostertjes, maar het probleem is, dan kunnen ze wel met hun nagels in. En als je kat op die hoog genoeg springt, zoals Sander kan met die lang genoeg, dan kunnen ze met hun nagels in die luchtrooster blijven hangen. Maar dan heb je echt een serieus fucking probleem, jongen, hé. Want om ze daar dan weer uit te krijgen, dat is echt, dat wordt een bloedpartij. Want dat, tegen de tijd dat je eindelijk bij ze bent, dat is misschien 3 seconden. Maar in die 3 seconden hangen ze wel aan hun klauw. Aan 1 klauw, mogelijk. En misschien zelfs aan 1 teen. En dan trekken ze die nagel helemaal eruit. En dat is dat bloed, jongen, dat wil je niet denken. Mensen die dat wel eens gehad hebben, dat als ze hun hond of hun konijn of een cavia, als ze daar een nageltje van knipten en ze knipten per ongeluk iets te ver, dan zie je ook wel dat het heel erg gaat bloeden. Er zit namelijk heel veel bloed in zo'n nageltje. In 1 zo'n nageltje, ik doe het even voor, mag ik even, ja? Mag ik even? Papa, papa. Je hebt een vieze natte schrik. In 1. Laat nou eventjes. Laat me even. Laat me. Laat me. Laat me. Laat. In 1 zo'n nageltje zit echt best heel veel. En Yoda heeft bijvoorbeeld best wel lange nagels. Kijk, zoals je ziet. Mag ik even laten zien? Laat me nou even zien. Kijk, hij heeft hele lange nagels.
Maar zijn leven loopt ook heel lang in zijn nagels door. Dus toen hij bij de trimster was, de eerste keer bij die trimster waar hij nou weer loopt, toen wilden ze zijn nageltjes knippen. En toen zat ze dus al heel snel, zat ze te ver. Oeh, ze zegt, shit, ze heeft een heel lang leven in zijn nagels. Ik zei, ja, ik zei, daarom zijn ze ook zo lang. Daarom sluiten ze ook niet zo ver af bij jou. Nee, nee. Oh, echt hoor. Wacht even, moet ik mijn kat corrigeren. Sando! Ik heb hem nog steeds, hè? De plantenspuit. Ja, ik ben gewapend, man. Kijk uit. Kijk uit, hoor. Ik ben gewapend. Even mijn headset weg. Oeh. Maar het was dus mijn idee om eventjes met Yoda voor de camera te spelen. Vond ik leuk. Dit kunnen jullie ook eens zien hoe hij speelt. Omdat jullie hem nooit zien spelen, want meestal zien jullie mij 's avonds. Hé, niet als de camera aan staat. De hele wereld kan meekijken, man. Wil je een goede indruk achterlaten? Straks ben je bekend het hondje dat de hele tijd alleen maar zijn piemeltjes zuigt. Maar. Ja, dat doet hij wel eens, helaas. Blijft een mannetje. Hij is laat gecastreerd. En hij heeft heel veel last van dit knietje hier. En dat tinkelt. Ik denk dat dat een beetje. Ja. Hoe noem je dat? Als je een slapende voet hebt, je kent dat wel. Als je een slapende voet hebt, dat heeft hij waarschijnlijk hier ook in dit gedeelte van zijn pootje. Waardoor hij dus heel vaak op zijn pootjes te kluipen. Maar ja, ondertussen zit hij ook wel eens op zijn piemeltje te kluipen. En dat moet hij ook nog doen. Hé, hey, ik heb een voet gevonden. Ik heb een voet gevonden. Yoda. Ik heb een voet gevonden. Yoda. Ik heb een voet gevonden. Met op dat voetje, met op dat voetje. Dat gaat zo de tintjes maar op elkaar. Als je namelijk, bij elke hond is dat, bij katten ook, als je tussen de grote teen, of die grote, dat is niet op, als je tussen die grote voetzool en die kleine voetzool, dus als je daartussen heel zachtjes over je haartjes gaat, echt heel zachtjes, dan gaan als het goed is op een gegeven moment in de reflex van al die teentjes wijd staan. Is het zo schattig, joh? Eigenlijk is dat plagen. Het is ook een mooie manier om even meteen te kijken hoe zijn voetjes in elkaar zitten. Hij heeft hele smalle voeten. Hij loopt dus niet. Het is een beetje als schoenzolen. Als je dus naar schoenzolen kijkt, dan kun je zien dat of je scheef loopt of niet, weet je wel. Dan kan je zien, nou, dat kan je bij hondenpootjes ook zien, maar bij Yoda zijn de binnenkant, dit gedeelte hier, waar ik dus mijn vinger heb, dat is platter dan de buitenkant. Dus hij loopt letterlijk op de binnenkant van zijn voetjes. Hij loopt dus ook niet goed. Dat kan kloppen, want zijn knieën en zijn heupen zijn alle twee heel slecht. Yoda heeft hele slechte voetjes, hele slechte beentjes aan de achterkant. En als hij buiten loopt, dan zeggen mensen dat ook heel vaak, hè? Dat hij zo trilt. Ah, hij is vast bang of hij heeft koud. Nee, dat heeft hij dus niet. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat hij dus continu gewicht moet dragen op die pootjes. En dat kost de pootjes best wel heel veel moeite schijnbaar. Maar hij heeft er niet echt pijn aan. Ik heb meer het idee dat het meer een soort van zo'n tintelend gevoel is. Wat je ook hebt als je hand slaapt of als je been slaapt. Ik heb een beetje het idee dat het gevoel is dat hij zijn pootjes heeft. Want het doet niet echt zeer. Maar het is gewoon niet leuk. En vroeger, toen hij nog jonger was, toen ik hem net had. Toen wilde dat schijfje wat hier zit, in het knietje. Dat wilde nog wel eens eruit schieten. En dan had hij daar best wel last van. Dus nu, als hij opstaat, is het eerste wat hij doet, is zijn pootje helemaal uitstrekken. Alle twee. Omdat hij anders niet kan lopen. Dus ja. En dan kan je zeggen van, ja, maar is dat dan nog wel leuk voor die hond? Nou, hij schijnt er uitstekend mee te kunnen leven. En zoals ik al zei, hij heeft blijkbaar niet echt pijn eraan of zo. Hij vindt het alleen niet leuk als je eraan zit. Dat mag dan weer niet. Je mag er niet als dierenarts of zo. Of de trimster, die mogen er niet echt aankomen. De trimster nu wel hoor, die is daar een beetje meer op goede voet met hem. Want hij is er al een paar keer geweest. En het is een super toffe trimster die heeft. En zij heeft al inderdaad zich erbij neergelegd dat van Yoda gaan we nooit een mooi modelletje maken als ze hem gaat knippen. Dat wil ze wel heel graag, maar Yoda staat dat gewoon niet toe. Die kan dat gewoon niet handelen. Dus bij Yoda is het, als die komt, is het van oké, okay, tondeuzen erover, alles eraf wat eraf kan. En nou, dan is hij weer goed voor 3 maanden. Ja, anders sloop je er. Ja, anders sloop je er. Yoda heeft al heel wat trimsters gehad. En daar mocht hij dan op de duur niet meer komen. Zelf, ja, nee, wil hem niet hebben. Want hij is te vals.
Hij doet te gemeen. Ja, Yoda die is blind. Die snapt het anders niet. Die moet het wel allemaal snappen. Je moet hem vertellen eigenlijk wat je gaat doen. Toen ik Yoda leerde spelen. En toen ik hem net kreeg. Toen kon hij niet spelen. Klinkt misschien heel gek. Maar Yoda wist niet echt goed wat spelen was. Dus. Waar ligt je kop? Hier ligt je kop. Je kop ligt net buiten de camera bereik. Wacht even. Zo. Toen ik Yoda dus net kreeg. Toen hij me dus net in de handen gegeven was. Toen is dit mijn knie. Wat een raar kort beentje. Nou ja, maakt niet uit. Maar hij kon dus niet spelen. En dat was best lastig. Dus ik moest hem leren spelen. Ik moest hem leren dat het niet erg was. Dus ik begon met zijn teentjes. Ik deed heel voorzichtig zo. En dan beet hij me meteen. Dan ging hij meteen als een piranha op af. En dat was dan echt puur om me pijn te doen. Om mij duidelijk te maken dat hij daar niet van gediend was. Omdat hij het eng vond. Maar goed, ik ben wel vaker met grotere honden. Heb ik wel vaker te maken gehad. Die dan nog veel gevaarlijker waren. Ik ben niet meer zo snel onder de indruk van zo'n gebit. Want dat gebit kan eigenlijk niet zo heel veel schade doen. Zolang je maar je arm stil houdt. Als je heel erg wild gaat bewegen, en dat gebeurt dus vaak als honden met elkaar vechten en eigenaren willen die honden uit elkaar halen. Dat is trouwens de stomste fout die je in je leven kan maken. Je hond en een andere hond uit elkaar willen halen. Daar krijg je de scheuren en de ellende van. Dat moet je niet doen. En als je zelf gebeten wordt, dan krijg je dus ook de scheuren in jouw vel, omdat je op dat moment beweegt. Je houdt je niet stil. Dus als de hond jou bijt en jij registreert dat, is je eerste reactie, en dat is bij alle mensen zo, zelfs bij mij nog, is om terug te trekken. En die reactie moet je eigenlijk meteen overrulen met van nee. Of je houdt je arm stil. Of je duwt hem verder in die bek. Want als je hem verder in die bek doet, kan hij de bek niet dicht doen. Dus dan kan hij je niet goed pakken. Maar dan heb je hem wel onder controle. En dat deed ik bij Yoda dus ook. Ik hield mijn hand stil. En als hij mij wilde bijten, dan maakte ik een vuist van mijn hand. En dan zei ik, nou pak me dan. En hij heeft me geprobeerd te bijten hoor. Maar hij kwam er al heel snel achter dat dat niet werkte. En ik ben dus niet een eigenaar die zegt van, oh, je mag niet met je handen spelen met de hond, want dan bijt hij, bla bla bla. Want zo leren ze niet bijten. Dat is niet waar. Zo leren ze niet bijten. Het is bij honden sowieso het eerste reflex als ze zichzelf verdedigen, is bijten. Dus als ik mijn hond vertel dat hij dat niet meer mag doen, dan vertel ik mijn hond, jij mag jezelf niet meer verdedigen. Nou, dat werkt dus niet. Want het is een klein hondje. En als hij aangevallen wordt door wat dan ook, dan moet hij zichzelf kunnen verdedigen. En als ik hem geleerd heb dat hij dat niet meer mag, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Dan kan hij helemaal niks meer. Dus hij mag bijten. Hij heeft geleerd, wanneer het speelbijten is, dat hij dat zachtjes moet doen. En dat doet hij ook, hij is daar heel goed in. En als het niet speels is, dan zie je ook dat hij heel anders bijt. Dan is zijn hele manier van bijten anders. En hoe weet ik dat? Als wij op straat lopen, iedereen vindt hem schattig. Iedereen zegt, oh, wat een schattig hondje, mag ik hem aaien? En ik zeg dan tegen ze, nee, kijk uit, dat vindt hij niet leuk, dus hij zal bijten. Hij komt altijd naar mensen toe. Hij gaat naar de mensen toe, hij gaat daar snuffelen. Hij springt soms tegen iemand op om een beetje beter te kijken. Want Yoda is blind. En hoe weet ik dat? Nou, zijn pupillen in de eerste instantie deden nooit bewegen. Hij doet nu wel zijn ogen dicht bij mij. Maar vroeger deed hij zijn ogen niet dicht. Komt dus echt letterlijk met mijn vinger in zijn oog. En hij deed zijn oog niet dicht. Kijk, als je kan zien, hij heeft nog steeds dat hij dat niet echt doet. Hij doet zijn oog niet echt dicht. Hij trekt zijn hoofd ook niet weg. Normale honden, als je ze over de kop aait, doen ze hun hoofd wat omlaag, doen ze hun oogjes dicht. En dit heeft geleid tot dat heel veel mensen bij honden die uit een asiel kwamen zeiden van, oh kijk, hij is mishandeld. Nee, het is een normaal reflex. Het is een automatisch reflex om de bovenkant van de kop toch enigszins te beschermen, met name de ogen. Dus, want er komt wat van boven en honden zien geen kleur. Dus als het een beetje een schemerige dag is, een beetje een bewolkte dag is, en jij komt met je hand, met je grote kolenschop bovenop de hoofd van de hond, weet je, elke hond doet automatisch zijn kop omlaag en zijn oogjes dicht. Dat is een automatisch reflex. Kan je niks tegen doen? Is heel normaal, moet je gewoon lekker laten. Dat is een hond eigen, gewoon lekker laten. Dus, maar Yoda die deed dat dus niet. En dat viel me eigenlijk al als eerste op. Hij bewoog zijn kop niet op de manier waarop ik verwacht van honden dat ze dat doen.
En ik ben dus toen op een gegeven moment was ik hem aan het knippen, want ik had hem net en hij was helemaal vermat en hij moest geknipt worden. Dus ik had hem op kussen gelegd, want hij was graad en graad mager. En toen ben ik hem dus gaan knippen met, ja geloof het of niet, met een naaischaartje, want ik had niks anders. En toen heb ik hem helemaal geknipt. En voornamelijk hier was het echt één grote ellende, want hij heeft in de lies heeft een heel zacht dun haar. En mensen die een hond hebben met dat hele dunne zachte haar in de lies, die weten, dit is de eerste plek waar de ellende ontstaat. Hier ontstaan altijd klitten. Dit is geen leuke plaats. En Yoda vertrouwt mij inmiddels nu zover dat hij ook zo blijft liggen, dat ik gewoon met mijn handen overal kan komen. Hij vindt het nog steeds niet helemaal tof dat ik dat doe, maar hij vertrouwt me dat ik hem geen zin heb. Dus dat vind ik wel heel tof van Yoda. Hij vertrouwt me zo ver dat ik kan dus dit doen. Dit moet je bedenken, hè? Dit kon ik in het begin dus niet. Hè? Ik kon het hele prille begin, toen ik Yoda net had, mocht ik dit niet. Als ik dit deed, werd hij helemaal gek. Vond hij geen goed plan. Wat hij ook niet tegenkomt, was een handdoek over hem heen. Ik droogde altijd mijn honden af als ik thuis kwam na een regenachtige wandeling. Als het buiten nat was, dan werden ze afgedroogd. Dat is mijn standaard houding. Want ja, anders dan krijg je één grote plensbende in huis. Dat is ook niet lekker. Dus. Maar dan deed ik een handdoek bij hem. En dan wilde ik hem afdrogen. En dat kan hij tot op de dag van vandaag kan hij daar nog steeds niet vellen. En ik weet inmiddels wat zijn probleem is. Yoda heeft namelijk bij de geboorte waarschijnlijk, want dat is wat de dierenarts zei. Dat is ook de reden waarom zijn ogen waarschijnlijk slecht zijn. Want zijn ogen zijn echt heel slecht. Yoda heeft waarschijnlijk bij zijn geboorte een zuurstofgebrek gehad, waardoor hij dus eigenlijk weinig lucht heeft gekregen. En mogelijkerwijze heeft er iets om zijn strotje gezeten. Ik vermoed dat de navelstreng misschien van hemzelf of van een van de andere puppies om zijn strotje gezeten heeft. En dat hij daarom zuurstofgebrek heeft gehad. En hij heeft daar dus een heel gevoelig strotje van overgehouden. Dus hij kan ook geen gewoon halsbandje om. Een halsbandje is voor hem best lastig. Daarom hoor je hem ook af en toe als hij aan het spelen is. Als hij het te druk maakt. Dan doet hij. Want dan krijgt hij even. Dan gaat het even fout. Weet je. Dat heeft ook geleid dat hij. Lichtelijk. Een beetje. Ja. Uit een kleine hersenbeschadiging. Dat kun je heel af en toe kun je dat zien. Als hij heel moe is. Gaat hij zitten. En dan gaat dat hoofdje echt zo. Uit de kleine motorische tik. Dus, maar ja, nou is hij uitgespeeld. Nou doet hij het niet meer, hij is stuk. Is kapot. Batterijen leeg. Kijk, batterijen zijn leeg. Batterijen leeg? Ja, ben je uitgespeeld? Moet je geen boekje meer doen, Yoda. Doe je geen boekje meer. Nee? Ik probeer het hem nog steeds te zeggen, want hij doet het uit zichzelf. Ik vind het zo jammer dat ik het hem niet aan kan leren. Hè? Want ik heb op het moment dat hij het doet, heb ik natuurlijk niks in de hand. Dus ik kan niet meteen wat lekkers erin schuiven en zeggen, ja, dat is wat ik wil horen. Oh, weet je wel. Ja, hij maakt echt hele leuke geluidjes. En ik vind het zo leuk als ik die zou kunnen leren, dat hij die op commando kan maken. Maar dat doet hij dus niet. Want als ik tegen hem zeg, gaan we een boekje doen, dan ga je lopen blaffen. Ja, en dat is niet wat ik bedoel. Want blaffen, dat kennen we. Ja, alle hondjes blaffen, dat is gewoon. Alle hondjes blaffen. Dus ik wil eigenlijk dat hij dat hoekiegeluid maakt. Dat vind ik zo schattig. Want dat wil ik dan een keer opnemen. En dan kunnen jullie het ook een keer horen. Maar als je Star Wars kijkt. En je kijkt naar Chewbacca. Chewbacca maakt zo'n. Oh, oh, dat geluid. Dat doet Yoda dus ook. Yoda maakt ook wel eens zo'n geluid. Oh. Kijk, dit dus. Dat is de strot. Hij kan niet bepaalde bewegingen maken. Zonder last te krijgen van de strot. Hé, hey, Yo. Oh-oh. Oh-oh. Nou. Hoi. Was het niet. Nou. Vrouwtje. Wat nou? Wat nou? Wat nou? Ah. Nee, niet in mijn gezicht lebberen. Gekje. Ik zal uit de camera weer een beetje omhoog, want nou sta je weer. We hadden toch afgesproken dat we zouden gaan spelen? We zouden toch gaan streamen dat jij ging spelen? Hé, hey, hadden we dat niet afgesproken? Jawel. Jawel, jij had gezegd, ja dat is leuk, laten we dat doen vrouwtje. Dus we hadden dat afgesproken kerel. Ja, moet je niet je ogen aan me afvegen. Ik vind jou ook lief, ik hou ook van jou.
Ik hou ook van jou. Ik wil eigenlijk even kijken of ik... Ah, niet de boer. Niet de boer. Ik ga weg. Ah. Ah, ja. Oh, je wilt toch nog. Je bent nog niet stuk. Batterijen zijn nog niet leeg. De batterijen zijn nog niet leeg. Oeh. Ja. Ga je weer onder je voet kietelen? Jawel, ik ga onder je voet kietelen. Kom hier, kom hier, kom hier. Ik had hem. Oh, 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 oh. Je bent snel, man. Je bent snel. Je bent snel. Ik wil toch onder dat voetje. Ik wil toch onder dat voetje. Kijk hier. Nou, dan geef ik die voet. Dan die voet. Nee, dan die voet. Achtervoetje. Ja, achtervoetje. Tim. Woest. Woest. Oh god, daar gaat hij weer. 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 Ja. Oeh. Godverdorie. Jawel. Jawel. We're going to do this. We're going to do this. Nee. Ah. Nee. Turn on, turn on. Turn on, turn on. Ah. Turn on, 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 turn on. Ik had hem. Ik had hem. Jawel, ik had jouw teen. Ik had jouw teen. Jawel, ik had jouw teen. Jawel, jawel. 10 punten voor mij. 10 punten voor mij. Jawel, 10 punten voor mij tegen de 1000 die jij al gescoord hebt. Tegen de 1000 die jij al gescoord hebt. Ah! Oh, even krabben. Kriebelmomentje. Kriebelmomentje. Hey, ga me verlaten. Laat je me nou hier helemaal alleen zitten. Met een leeg scherm. What the fudge? Yoda, wat maak je nou? Yoda. 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 Ah. Nou, dat was het dus schijnbaar. Hij is er klaar mee. Yoda houdt het voor gezien. Ik denk, zoek het uit. Krijg de snuit maar. Ik ben er klaar mee. Yoda! Yoda? Sando, niet in de gordijnen! Godverdorie. Ik moet meer camera's hebben. Echt waar, dan kan je zien wat de kat uithaalt. Ik moet hem even spuiten hoor. Wim, wim, wim. Wim, wim. Wim. Hij hangt in de gordijnen namelijk. En binnen als hij dood dat als hij omhoog springt, dat hij toch een keer met zijn nagel aan het roostertje blijft hangen. Maar Yoda, kom! Kom! Knuf? Nee? Geen knuf. Niet met pelen? Ben je uitgespeeld? Ben je moe? Ja? Mag ook, hè? Ben je een oude hondje? Ja, dat doe ik al wel. Ja, dan krijg je dat, hè? Ben je moe? Ben je moe? Ben je klaar met spelen? Moet je niet spelen? Nee? Wil je niet mee spelen? Oké. Even die kater weer even. Yo! Kater! Oh, maar die vond hij... Dat was tegen het gordijn. Had hij... Oh shit, water. Ja. Vandaag heb ik Sander Kan geprobeerd water te leren hoe die moet peilen of de water in zijn bakje zit. Want Sander Kan is een beetje
ja, die snapt dat concept niet. En dat komt waarschijnlijk, denk ik, doordat hij thuis, waar hij dus geboren is, ja, hier is hij thuis natuurlijk, maar waar hij geboren is, daar hadden ze een fonteintje. En dat is natuurlijk heel leuk, maar dat betekent dus dat Sandokan nooit geleerd heeft dat water ook wel eens stilstaat. En voor de hond werkt zo'n fonteintje niet echt. Jongen, dat is twee lebbers en dan is zo'n fonteintje leeg. Sorry hoor, maar als je ziet hoeveel water er in Yoda gaat, dan ben ik de hele dag bezig met dat fonteintje bij te vullen. Dat schiet ook niet echt op. Dus ik heb een hele grote bak met water staan voor Yoda. Maar dat is water wat gewoon iedere keer verschoond wordt en wat gewoon stilstaat. Daar zit geen beweging in. En oh mijn god, hè, geloof me, ik heb er heel veel gehad. Die hebben geleerd om met hun pootje dan in het water te slaan. Gewoon tik tik met teentjes erin. Dan zie je een paar rinkeltjes erin en dan weet je dat er water in zit. Sandokan heeft een hele andere methode gevonden. Sandokan die denkt, weet je wat, als ik nou slim ben, dan gooi ik gewoon eerst alles wat erin zit, gooi ik eruit. Want het kan ook wel eens dat het geen water is. Dat de bak gewoon zwaar is met iets anders. Dat er, weet ik veel, accuzuur in gooien, zo weet ik het. Ik weet niet wat hij denkt. Die gaat er dus met zijn kop gaat hij onder de rand en dan gaat hij staan. Met gevolg dat die bak dus omkiepert en alles dus in de gang ligt. Met gevolg dat ik heb regelmatig hier een goede 2 tot 3 liter aan water in de gang liggen. Daar word ik niet zo vrolijk van. Maar ondanks dat hij dat dus doet, en dan is hij zelf dus ook best dan wat, want hij krijgt natuurlijk ook een hele lading over zich heen. Ondanks dat hij dat doet, dan nog heeft hij heilig ontzag voor de gevreesde plantenspuit. Dat vindt hij nog steeds heel erg. En dit gebruik ik dus letterlijk voor al mijn beesten om ze te corrigeren. Beetje water, plantenspuit. Ik heb dat ding ooit gekocht voor 50 cent bij... voor 80 cent. Bij de Bibra. Kost geen ruk. En het werkt echt geweldig. Het enige wat je in de eerste aantal keren moet doen, is zorgen dat ze jou niet zien dat je dat doet. Dat ze niet zien dat jij spreekt. Dat is de magie. Dan weten ze, ik krijg water in één keer van niet. Dieren hebben per definitie, behalve otters, dieren hebben per definitie er een fucking hekel aan om in één keer uit het niks water op ze gespoten te krijgen. Dus als ze niet zien dat het van jou komt. Hey Soraya! Evil Queen! Kom je niet meer spelen, Yoda? Nee, kom je niet meer spelen? Ik had eventjes, bij mij alles goed hoor, met jou ook. Ik was lekker even met Yoda aan het spelen geweest. Maar Yoda is klaar met spelen vandaag. Die heeft er genoeg van. Hij is klaar ermee, dus dan ga ik hem weer sluiten. Ja, gaat het met jou ook goed? Kijk, hoor ik graag. Daar hoor ik graag. Maar ik ga hem hier weer afsluiten. Ik ga naar de voice. Evil, zal ik naar de voice komen? Even voor een uurtje nog, voor anderhalf uurtje. Anderhalf uurtje. Ik kom nog even voor anderhalf uur naar de voice. En dan... En dan zie ik je daar. Is goed. Doedoe. Ik sluit hem hier even af. Nou, beste mensen. Dit was ik dus die met mijn hond aan het spelen was. Je ziet het. De batterij van mijn hond zit heel snel leeg. Hij is leeg. Hij wil niet meer spelen. Dus ik ben er vanavond om 6 uur weer. Dat is over... Een kleine 2 uur. Iets minder dan 2 uur. Dan ben ik er weer. Ik hoop jullie er dan weer te zien. Dan gaan we verder met de opdracht die ik gekregen heb van Ghost. En dat is het bouwen van een huis. Wat een beetje lijkt op een oud-Italiaans Romeins huis. Slash wat ze in China of wat ze in Japan hebben. Van die mooie vierkante huizen met een tuin in het midden. Dus ik zie jullie weer om 6 uur. Tot dan. Doei!